What's good, YouTube? Mr. Prep the Food. En vandaag gaan we het hebben over voeding. Makkelijke maaltijden die je mee kan nemen naar school, werk of als je gaat picknicken. Ik heb laatst een vraag gekregen van iemand. Wat kan ik het beste meenemen naar school? Ik weet het niet. En toen dacht ik van ja, het is best wel simpel toch? Gewoon iets met brood, wraps en ja, maar ik heb geen inspiratie. Oké. Toen dacht ik moet hier gewoon even een video over maken. Want er zijn wel meerdere mensen die geen inspiratie hebben en gewoon niet weten wat makkelijk is om mee te nemen en ook nog eens goed voor je is. Dus dit filmpje is voor jullie bedoeld. Speciaal voor jullie. Maar, wat nog belangrijker is, een maaltijd opwarmen is af en toe lastig. Niet iedereen kan het doen, ook niet op werk en op school in de meeste gevallen ook niet. Dus waar heb ik voor gekozen? Ik heb ervoor gekozen om vandaag maaltijden te laten zien die je koud kan eten. Dus iets koud bewaren, dat is meestal geen probleem. Je kan altijd een gelpack meenemen bijvoorbeeld in een vriestas. Dat is vaak niet het probleem. Het opwarmen is vaak het probleem. Want als je kan opwarmen, dan heb je al eindeloze opties. Want dan kan je natuurlijk kiezen voor de maaltijden van Prep the Food. Je kan zelf nog maaltijden meenemen van thuis, van gisteravond bijvoorbeeld. Dat is dan meestal geen probleem. Maar ik snap, vooral als je nog op school zit, dat het een beetje raar is als je kip met rijst meeneemt. Kijk, ik deed dat gewoon. Want ik had gewoon schijt aan wat iedereen van mij vond. Dat boeide me niet. Maar er zijn ook heel veel mensen die daar een beetje moeite mee hebben. En het niet fijn vinden om dat te eten. Het ruikt altijd wel een beetje als je het uit de magnetron haalt. Of hebt opgewarmd. Dus ik snap jullie. Geen probleem. Dus ik heb vandaag een aantal hele simpele maaltijden. Voor sommige mensen misschien snacks of tussendoortjes. Bij elkaar gezet. En ik laat jullie zien hoe je die maakt. En hoe je die makkelijk kan meenemen. Let's go! Maaltijd nummer 1. Erg simpel. We maken gebruik van een wrap. Het is de bedoeling dat je 2 wraps maakt. Als je rond de 500 à 600 calorieën wilt zitten. 1 wrap is natuurlijk de helft daarvan. Dus het is aan jou hoeveel calorieën je nodig hebt. Deze wraps smeer ik onder met frietsaus van Remia. Frietsaus 5.0. Ik heb dit gekozen omdat deze gewoon weinig calorieën bevat. Stel nou dat je meer calorieën wilt binnenkrijgen. Dan kan je gewoon mayonaise gebruiken. Bijvoorbeeld met een beetje pesto erdoorheen. Je kan het eigenlijk zelf bepalen. Zorg ervoor dat je het goed uitsmeert, want als je dat niet doet en je gooit zo meteen droog spul op de wrap, dan valt die uit elkaar. Vervolgens gebruik ik rucola slamix en een paar plakken kip. Nou, vervolgens rooi de wrap op, snij hem door 2 en doe je hem gewoon even in je bakje om mee te nemen naar school of werk. Natuurlijk kun je ook iets anders gebruiken. Bij de volgende wrap doe ik eigenlijk precies hetzelfde. Insmeren met frietsaus, sla erop. En ik gebruik feta kaas. Feta kaas is natuurlijk iets vetter. En daar zitten gewoon iets meer calorieën in. Maar je zou hier bijvoorbeeld naast de rucola sla, zou je bijvoorbeeld ook paprika kunnen gebruiken. Of in plaats van feta kaas iets anders wat je lekker vindt. Het gaat erom dat je het koud kan eten en makkelijk kan meenemen. Maaltijd nummer 3. Ik heb hier knakkebrode. Nou, ik weet niet hoe je dat noemt. Maar in ieder geval deze crackers. Van Jumbo. Ik smeer daar hummus op. Je kan natuurlijk ook iets anders erop smeren. Het is maar net wat je wil. Ik heb gekozen voor hummus. Omdat hier ook best wel veel calorieën in zitten. Dus dan kom je al gauw aan die 500 calorieën. 500 gebruik ik eigenlijk als gemiddelde. Omdat dat wel een gemiddeld aantal calorieën is per maaltijd. Nou, je smeert die knakkebroden. Als ik het goed zeg in. En daarnaast nog even een bakje met cashewnoten. 50 gram cashewnoten is dit. En dit is in totaal ongeveer 500 calorieën. Zoals je ziet, lekker simpel. Dit kan je echt in 2 minuten in elkaar zetten. Je hoeft het niet eens van tevoren te bereiden. Je zou bijvoorbeeld ook alles apart mee kunnen nemen. Maar zoals ik zeg, het kan heel simpel en makkelijk zijn. De laatste tussendoortje / maaltijd die ik met jullie deel is ook super, super, super simpel. Ik heb hier 4 rijstwafels. Rijstwafels kan je echt overal krijgen en overal meenemen. Ze zijn lang houdbaar en het is goedkoop. Vervolgens pak ik 2 plakken kaas, 48 plus is wat ik gebruik, doe ik door de helft en die gooi ik op een cracker. Zo simpel is het.
Dit eet ik dan met 250 ml volle melk. Ik heb nu gekozen voor volle melk en expres ook 250 ml. Omdat je precies de helft van dat ene pakje kan opdrinken. Dit is een halve liter verpakking. En het is nog eens heel makkelijk om mee te nemen. Nogmaals, doe dit om aan een gemiddelde te komen van ongeveer 500 calorieën. Stel dat je hoger wilt zitten, dan zou je bijvoorbeeld op die rijstwafels iets van pindakaas kunnen smeren. Meer kaas erop. Je zou hier ook hummus op kunnen doen. Je kan daar gewoon in variëren. Je moet echt iets zoeken wat bij jou past en wat jou helpt om je calorieën te behalen. Zoals jullie zien, simpele maaltijden die je makkelijk kan meenemen. Het hoeft niet zo moeilijk te zijn. Je hoeft ook niet hele gekke dingen te bedenken. Simpele maaltijden. Natuurlijk kun je ook altijd even een broodje meenemen, wat iedereen wel kent in Nederland. Want het is heel gewoon om brood mee te nemen hier. En als je kan opwarmen, nou, dan heb je al helemaal geen probleem. Want dan kan je gewoon complete maaltijden vanuit huis meenemen. Simpeler dan dat wordt het eigenlijk niet. Dus mensen, let me know of jullie hier wat aan hebben gehad. Laat een reactie achter. Like het, deel het. En ik zie jullie bij de volgende video.